Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken. Ik ben Ster Wegwerts. En we gaan vandaag eventjes werken. Het was gisteren laat. Het was, even kijken, 1 uur 55 dat ik naar bed ging. En het was 6 uur 11. Toen ik weer aan het werk was. Ik heb de spulletjes op YouTube geplaatst net. Vandaag even één airco plaatsen aan de condenslekkage. En dan airco's inladen voor morgen, twee stuks. En dan nu weer weekend. En ik heb een lekker bakje koffie. Ik ga de bus lopen. Zie je weer. We zijn inmiddels thuis al aangekomen. En mijn computer die is binnengekomen. In onderdelen natuurlijk, want die gaat een vriend van mij in elkaar zetten. Dus geef het spulletje uitpakken en kijken of het is. Zijn genoeg spulletjes? Kijk, dit is de kast, zeg maar. De computerkast zelf. Videokaart. Als ik het goed zeg, want ik heb er niet zo'n verstand van. Nog een onderdeeltje. Ik zie daar een vinnetje op staan. Ja, van alles wat. Ik heb er totaal geen verstand van, maar het schijnt donders goed spul te zijn. We gaan het meemaken. Ik ga het morgen even wegbrengen naar een vriend van mij. En dan kan hij lekker van het weekend knutselen als ik in Luxemburg ben. Goede verdeling toch? Ik lekker toeren, hij knutselen. Oké, ik heb de computer binnengekregen. Ik denk, laat ik zelf eens even een keer wat proberen. Gewoon dat ik het op zich wel een keer wil proberen om te doen. Maar het is nog wel ingewikkeld hoor. Ja, ik heb alles erin. Op een paar kabels na wat er bij je hoort. Alle dozen leeg. Wat schroefjes en dat soort dingen en zo. Maar ik ben er op zich best wel trots op hoe ver ik ben gekomen. Dit is dan die kast. Die propellers die schijnen licht te geven en die erachterin ook. En dit is gewoon een zijruitje. En als het goed is geeft het straks allemaal een beetje verlichting en zo. Kijk, gewoon een deurtje en dan kun je even... Die heb ik er zelf even opgezet op de primplaat. Daar moet er nog iets, een of ander dingetje. Hierachter moet nog wat geplaatst worden. Grote kaart. Dus ik vind het best wel knap van hoe ver ik ben gekomen. Het scheelt hem gewoon een hele hoop werk. En ik heb gewoon wat geleerd. Dus morgen ga ik hem naar Remco toe brengen. Dan kan hij alles even nakijken of ik het allemaal goed heb gedaan. En anders moet hij met elkaar halen en opnieuw beginnen. Dus ik ga alle schroefjes en spullen even opruimen. Doe ik in de doos. Geef ik dat aan hem mee. Succes ermee. Ik heb honger.
Dus ik heb tegen Renske gezegd, bel me anders dat ik kebab wil eten. Dus ik heb Renske netjes gedaan. Dus wat gaan we eten en waar, Kiki? Bij Open Oma! En wat gaan we eten? Pasta! Kebab. Kebab. Kiki. Kebab. Kebab. Goed zo. Lekker, hè? Dus ik ga eerst honger uitlaten en dan gaan we volgen als ik kan op, want ik heb maximaal honger. Nu ik met de auto ben, ben ik ook wel benieuwd hoeveel lucht er nog in de banden zit. Want ik heb alles precies gelijk opgepompt. Dus we gaan even... Oh. Even checken. Ja. Ik heb de deur nog open. Car. Kaartje steun. Ja, ik was even van slag af, want Renske was aan het bellen. Wat? Wandenslangencontrole. Wandenslangen weergeven. Is perfect dit. Het was rechtsachter. Dus kan niet beter. Ik ben er tevreden mee. 3,2 achter allebei en 2,8 voor. Dus ik kan met een vertrouwd gevoel kan ik naar Luxemburg. Want ik heb ook nog olie bijgevuld, ruitersproeisel bijgevuld, koersvloeistof nagekeken. Allemaal perfect. Dus knallen van het weekend. Maar eerst even lekker hapje eten. Nou, we zijn aangekomen bij oma. Kiki. Kiki. Zie je oma al? Kijk dan. Daar. Kiki. Daar. Zie je oma? Wat zei je? We komen eraan, hè? Ja. Nou, wij gaan nog even een stukje lopen, want we moeten helemaal omlopen. Ga nou maar rennen. Oma! Hey. Hi, schat. Oeh, wat word je groot. Wie is dat? Bibi. Hi, moeder. Hi, mama. Bibi! Bibi is helemaal blij, dus ik ga Kiki even beschermen. Ik ga lekker eten bij ouders. Kijk. Wordt goed voor me gezorgd. Lekker, moet wel. Ja. Ja, kijk, ik zat. En ik kreeg ook nog even perfect drinken. Nou, beter kan het niet. Top, Chefie. Ja, straks. Dus wij gaan even lekker eten. Jullie ook, eet smakelijk. Doei, hè? Doei. Wij gaan weer lekker terug naar huis. Kiki in bed doen. Kiki, druk maar op de knopje. Ik heb Kiki en Renske even thuis afgezet. Renske gaat Kiki even naar bed opbrengen. Ik ga eventjes naar raamblenderen zonnen. Ze hoeven niks te plakken aan mijn auto. Alleen, ik ga even de auto van binnen een beetje schoonmaken. Voor van het weekend. Want Renske gaat hem toen niet meer gebruiken, dus kan ik hem rustig schoon wegzetten. Want als Renske hem weer meeneemt, is het weer een varkensstal van binnen met Kiki. Dus ik ben benieuwd. En ik ga alvast wat de camera even voorbereiden, de 360 camera. Dashcam ga ik alvast leeghalen, kunnen we even extra veel opnemen. Ik ga nog even kijken wat ik nog meer kan doen qua voor mooie beelden. Misschien dat ik hier nog even een houder maak. Hier is het op dak, zodat je van binnenuit mee kunt kijken. Zo, zeg maar. Lijkt me ook wel tof. Dus ja, we gaan wel even kijken. Even kijken wat gaaf is. Dus, en ik ga kijken of ik de camera nog even ergens vast kan maken hier zo. Dat is ook wel ideaal. Ik hem niet of neer te zetten of vasthouden. Dus ga het allemaal even checken. Ik zie jullie straks wel even. Het is een beetje donker in de auto. Scheelt ook remlichten voor me.
in WMZ geweest. Ik heb even gewoon gestofzogen, maar het was druk. Dus ik ben ook gewoon weggegaan. Maar het is in één keer wel heel erg donker. Dus weer lekker onderweg naar huis. Ga ik even de laptopspulletjes en dat soort dingen ga ik even inpakken voor Luxemburg al. En ik ga nog wat andere dingetjes inpakken voor Luxemburg. Dus we zijn er mooi druk mee. En daarna ga ik nog even gezellig op de bank zitten bij Renske. Lijkt me ook wel een keer gezellig. Ik ben nog even lekker bezig op de computer. Ik ga zo naar bed, want ik vind het weer laat zat. Misschien niet zo'n hele leuke, gezellige dag gehad qua beeldmateriaal, maar het is gewoon even gekke werk met het werk en met dat ik naar Luxemburg moet. En ik heb nog een kind op te voeden, dus drukke bedoeling. Maar morgen gaan we weer veel meer leuke dingen doen. En die dag daarna nog leuker en die dag daarna ook hartstikke leuk, want dan hebben we die rit van Luxemburg. Dus like en abonneer. Tot de volgende keer.